Dit is een werk van Pastoor de Vroei. Hij was degene die letterlijk het toneel van de Eerste Wereldoorlog meemaakte. En hij wou vooral door middel van zijn tekeningen dat de oorlog niet vergeten werd. Bijvoorbeeld met deze tekening, zodanig dat de mensen zich dit herinnerden. Dit is ook nog een werk van Pastoor de Vroei. En hij ging er prat op dat hij de enige kunstenaar was in Aarschot die de kerkentoren perfect in verhouding kon tekenen. Hij had bijvoorbeeld ook het ontwerp gemaakt voor de affiche van de Basiliek van Koekelberg in Brussel.